Voilà. Ik ga me hier eerst helemaal goed zetten. Hallo allemaal, ik ben Joke van de Velde. En deze is mijn eerste live op Facebook ever. Dus ik heb hier een beetje klamme handjes, maar dat komt allemaal in orde. Ja, ik hoop dat alles goed gaat. Ik heb eigenlijk van de producten 100%. Heb ik meer info gekregen van Cynthia Reekman. En dat heeft mij eigenlijk zo goed als direct aangesproken. Waarom? Omdat het heel gezond is voor jouw huid, wat ik super belangrijk vind. Want er wordt eerlijk gezegd, als je naar een presentatie moet doen of een fotoshoot, wordt er een beetje van alles op jouw gezicht gewreven. En ik heb een heel gevoelige huid. Dat heel sterk reageert. Dus ik heb echt nood aan producten die heel gezond zijn voor mijn huid. En dat heb je wel met 100%. Pure mineralen. En dat kan niet beter zijn natuurlijk. Ik hou van een natuurlijke make-up. Ik hou ervan om make-up te dragen zonder dat het te veel opvalt. En ik hoop jullie ook, want ik ga jullie tonen hoe ik mij op een zo natuurlijk mogelijke manier make-up. En toch die zelfzekerheid heb van, ik heb toch iets aan. Een minpunt bij mij, ik heb een hele lieve vader, een hele toffe, een hele lieve vader. Maar een minpunt dat ik van hem geërfd heb, zijn die donkere wallen. Zie je? Wacht, ik zal ze even dichter tonen. Zijn die donkere wallen onder mijn ogen. En ik moet dus altijd een concealer erop brengen. Want anders... en ik moet die echt wel goed kunnen dekken. Want anders blijven die eigenlijk door mijn make-up krijgen. Dus ik heb hier die vloeibare concealer bij mij. Ik doe daarvan een klein beetje op mijn hand. Voilà, by the way, welkom in mijn kamer. Hè. We zijn er dus in mijn kamer. Voilà. Ik ga een beetje dichter komen. En dan ga ik zo... Met een penseel. Je moet opletten, hè, want in het begin, en ik zie dat ik nu weer een beetje dezelfde fout maak, heb ik te veel van de producten gebruikt. Dus dat is nog een positief iets aan de producten, is dat je eigenlijk helemaal niet zoveel nodig hebt. Dus je kan er ook heel lang mee doen. En in het begin, en daarnet ook, had ik veel te veel gebruikt en stond ik natuurlijk vol met vlekken. Ik ga toch nog een klein beetje hier een beetje wegschminken. Voilà. En die concealer, die breng ik ook meestal hier ook aan. Omdat dat bij mij ook is een, iets wat donkerder is. Dus dat is een minpunt bij mij. Dus eigenlijk hier rondom mijn ogen, dat het allemaal iets donkerder is. En dat heb ik van mijn heel lieve vader geërfd, die heeft dat ook. Ik drink nogthans genoeg water en zo. En ga vaak gaan sporten. Maar dat doet er niet veel aan. Nu mijn andere kant. Ik hoop dat jullie het allemaal goed zien en dat het licht hier op mijn kamer goed is. Maar ik doe mijn best, hè. Dus hier net hetzelfde. Ik heb al een beetje minder gebruikt, want jullie hebben daarnet kunnen zien... Dat ik veel te veel gebruikt had, hè. Onder mijn ogen. En dan hier ook een beetje boven mijn ogen. En tussen haakjes, ik ben super blij dat ik eigenlijk deze tutorial mag doen. Want hele dagen, ik ben technisch werkloos, zoals zoveel mensen. En ik ben nogal een bezige bij... Maar loop ik rond in mijn pyjama en ik vind het gewoon fijn om mij even op te zetten en om mij weer optimaal een vrouw te voelen. Want door onze lichte lockdown, dan mijn haar, dat zie je natuurlijk, maar voel je je een beetje minder vrouw. Ik heb dat toch. Dus daarom dat ik het fijn vind om mij gewoon even op te maken. En ik kijk dan ook altijd uit naar de FaceTime met mijn vrienden als ze zo'n FaceTime diner doen. Ik ben blij dat ik niet alleen met donkere kringen... Ja, genetisch. Genetisch en vermoeidheid, maar nu is het genetisch. Wat dat ik nog heb, nog een minpunt, is een littekentje. Ik heb hier een litteken. Wacht. Ik toon jullie al mijn negatieve dingen. Iedereen heeft zijn gebreken. Hier. En dat probeer ik ook weg te doen met de concealer.
of toch iets meer te verstoppen met de concealer. En bovendien, kijk, als je de concealer, ik spreek uit mijn eigen ervaring, hè, hier aanbrengt, zo, een beetje dept, dan geeft dat zo meer een gevoel dat jouw gevoel, het heeft meer een beeld dat jouw lip iets dikker is. Bij mij is dat toch zo. Ja, dat geeft dan meer zo'n een getuitere lip. En het rood van mijn littekentje is een beetje weg. En terwijl we toch bezig zijn over alle negatieve dingen, het is het moment van de maand bij mij en dan krijg ik een beetje een uitslag. Dus dan gaan we dan ook gewoon wegwerken en een beetje deppen. Voilà, dat is eigenlijk zo wat de basis bij mij. Dan voor de poeder. Wacht hoor, ik ga eerst even die concealer, veel te veel. Voor de poeder, oké, ik had de mozaïek poeder besteld. Le Soleil pour Blonde, dat ik deze. En ik had ook de mozaïek poeder besteld, Le Soleil pour Brunette. Nu, het is al een eindje geleden dat ik naar de kapper ben kunnen gaan. En dus mijn natuurlijke haarkleur begint erdoor te komen. Dus ik ben een valse blonde. Ik ben dus donker... Donkerblond heet ik dat. Donkerblond, maar bijna bruin van haar. Dus ik ga dus nu gaan voor de mozaïek poeder Le Soleil pour des brunettes. Want ik ben een brunette aan het worden. En ook hiervan mag je niet te veel van concealer weg, hoor. De 1.0. Ik heb de 2.0 concealer. Ik heb de 2.0. Wacht hoor. Okay, dus ik ga er een paar keer over. Ik blaas dan ook altijd erop. En nu hopen dat ik niet te veel heb gebruikt. Ça va zo, want ik kan het heel moeilijk zien. Ik heb hier geen grote spiegel bij. Dus ik ben nu in mijn iPhone aan het kijken. Ga ik nog een beetje nemen voor mijn andere kant. Ja. Ook onder die mooi genetisch bepaalde donkere kringen. Over mijn ogen ook. Ook de hals. En de décolleté. Want niks is minder mooi dan dat je zo'n masker zou hebben. Maar met die minerale make-up, dat heb je dat toch niet. Omdat dat heel licht en heel fluweel en heel natuurlijk... Ik zal het van iets dichter tonen. Heel natuurlijk oogt. Zie je? Het voelt en het ziet net eruit alsof dat je geen make-up draagt. Maar dat ik wel altijd doe, wat ik heel belangrijk doe, wat ik altijd eigenlijk gedaan heb, is ervoor zorgen dat mijn jukbeenderen beter uitkomen. En dat doe ik dan door hier en door hier een iets donkerdere... poeder te gebruiken, een bronzer te gebruiken die donkerder is dan de poeder die ik over mijn hele gezicht doe. Dus kijk, daar heb ik gebruik daarvoor deze. Moet je wel voorzichtig mee zijn. Ja, als het te veel is, dan ga ik het een beetje afdeppen. Hè? Wacht hoor. Ik duid dan zo mijn mond, zodat ik de een beetje mijn lijnen van mijn natuurlijk gezicht kan volgen. Nu verschieten, hè? Dus dan ga ik er een paar keer over. Ja, kijk, en ik vind dat je nu al direct het verschil ziet. Het gaat natuurlijk nog... natureller ogen als ik er blush aan doe. Maar je ziet nu toch direct dat verschil. Hier heb ik het donkerder gemaakt en komt deze veel beter uit buiten deze wang. Die lijkt veel voller dan hier waar dat ik al een donkere schaduw heb aangebracht. Zie je dat? Ik ga dat aan de andere kant ook doen. Niet te veel joken. Dus terug tuiten. Ja, toch wel een beetje open wrijven, want ik heb toch iets te veel.
Voilà. En dan vind ik dat je... Ja, je ziet dat direct. Er was een make-up artieste die dat deed bij mij. Ik had haar gevraagd zoveel mogelijk blush, dat je echt mijn wangen goed ziet uitkomen. Ik doe dat nog altijd, heel veel blush dragen. Ik vind dat geeft zo'n gezonde look. En zij had mij de tip gegeven, Joke, om echt voor te zorgen dat de jukbeenderen beter uitkomen. En je kan dat bijvoorbeeld ook iets donkerder maken op de kin of hier bovenaan. Iets meer schaduw leggen. Dan gaat dat allemaal beter uitkomen. En ik zie heel graag hoge jukbeenderen vandaar. Dan gaan we naar mijn favoriete gedeelte. Wacht hoor. En dat is de blush. Ik heb het gezegd, je mag er echt allemaal niet te veel van gebruiken. Je hebt er echt heel weinig van nodig. Dus terug zo. Wegblazen. Dan ga ik daar zo ook weer mijn wangen intrekken. En de blush aanbrengen. En dat vermengt zich een beetje met het donkere. Maar toch heb je nog altijd het mooie donkere aan jouw blush. En dan komen jouw jukbeenderen veel beter uit. Vind ik zelf. Voilà. Ik doe dat ook een beetje op mijn kin. Hier. Ja. Dat hebben we dan ook gedaan. Wat ik dan ook altijd doe, dat komt ook hiervan uit, is onder mijn wenkbrauwen een highlighter aanbrengen. En ook hier zo in de hoeken van mijn ogen. In de hoeken van mijn ogen, omdat dat mijn ogen vergroot. Welke blush dat ik gebruik? Wacht hoor. Ik heb hier de... Dus de Loose Mineral Blush, de rosé, heb ik genomen. Ik zie heel graag het roze, maar dan moet je een beetje... Dat is afhankelijk van de tint van je kleur, hè. Ik heb graag roze. Ik heb echt graag dat dat uitkomt. Dat geeft me echt zo'n gezonde... Allee, ja, een gezonde... Le Soleil Pour Blonde is echt niet donker. Nee, dat is waar. Maar omdat je kan zien... Omdat ik nu volledig naar het bruin aan het gaan ben... Dacht ik van, we gaan voor dat van het voor de brunettes. Oké. Ik denk dat ik te bleek ben voor die bronzer. Nee, ik vind dat niet. Je moet een beetje afstemmen op je huid. En dan gaat dat lukken. Er zijn de verschillende gradaties in. Oké, dus nu voor mijn ogen te liften. Dus dan ga ik dat hier onderbrengen. Dan gaat dat zo een beetje precies liften. En mijn wenkbrauwen hoger... Allee, dus allemaal hoger zetten. Gaan we een keer kijken. De highlighter. Weer wat, niet verschieten, mensen. Ik ga weer wat dichter moeten komen, want anders kan ik het niet zien. Ja, dat breng ik zo aan. Onder mijn wenkbrauwen. Tadaa! Voilà. Kijk je naar deze en naar deze. Zie je? En daar ben ik heel trots op die uitvinding. Want anders van oogschaduw doe ik eigenlijk niks aan. Dus behalve mijn concealer dat ik hierop heb aangebracht, doe ik daar niks op aan. Enkel zo'n beetje hier die highlighter. Omdat dat mijn wenkbrauwen het idee geeft dat mijn wenkbrauwen iets hoger staan. Dus dat ga ik langs de andere kant ook doen. Dus dan pak ik dat terug hier af. Ik weer wat dichter komen. Dus niet verschieten. Ja. Kijk, ik vind dat echt een super, die highlighters, hè. Ik ben er zo zot van. Dat kan zo'n vermoeiende blik, en dan zeker wat ik hier in mijn ooghoeken ga aanbrengen, dat kan een vermoeiende blik zo helemaal openstellen. En ik heb
naast de donkere wallen onder mijn ogen ook heel snel een vermoeiende blik. En als je dan wat highlighter aanbrengt, hier zo in de hoeken van jouw ogen, en dat dan een beetje open smeert, dan kan dat heel veel doen. Dus ik ga er weer genoeg van pakken. Echt hoor. Had je vroeger wit haar? Nee, ik heb nooit geen wit haar gehad. Ik heb ooit een keer wit haar gehad. Het is juist, ik had een opname gedaan. Dat was voor Jim Mobile. Dat was zo'n grappige opname. Je kent dat, hè? Domme blonde mopjes. En toen had ik mijn haar helemaal in het wit moeten steken. Maar dat heeft niet lang geduurd. Het meest van al bij mij, ik hou van naturel, is... dus je ziet hier mijn uitgroei, maar ik laat gewoon een beetje een mesje trekken, zodat zo gezegd dat een coup de soleil is dat ik erop gekregen heb. Dus ik pak hier weer die highlighter van deze. En die ga ik nu in de hoeken van mijn ogen aanbrengen om zo geen vermoeiende blik te hebben. Dus... Oh, wacht, dat wordt een moeilijke... Ik had toch beter nog een aparte spiegel bij mij gezet. Hè? Maar dat is typisch ik. Daarna denk ik eraan. Ja, wacht dan maar een beetje zelf meer. Ja, en nog een beetje erboven. Ja, en dan wrijf ik dat wel... En niet sipitsie zo open. Zodat alles eigenlijk... De alle make-up, zelfs de donkere streep hier, om mijn jukbeen er beter te laten uitkomen. Mijn blush, dan probeer ik dat wel een beetje met elkaar te vermengen. Zodat het niet echt een volledig kleurenpalet is, maar dat het allemaal natuurlijk oogt. En dat alle kleuren een beetje in elkaar overlopen. En kijk, dus dat oog is nu gedaan. Ja, dus zie, ik heb hier beide de highlighters hier aangebracht. Maar bij deze heb ik nu de highlighter in mijn ooghoek aangebracht en hier nog niet. En ik vind dat je dat enorm ziet. Ik vind dat trekt de ogen open en dat geeft u meer een levendige blik en een minder vermoeiende blik. Dus dan gaan we snel die andere kant ook doen. Oeh, ik krijg dorst van al dat babbelen. Wacht hoor, ik ga snel iets open doen om te drinken. Voilà. Waar heb ik het nu gedaan? Ah, hier. Oké. Dus ga ik weer in mijn ooghoeken doen. Ik zeg het, ik ben geen make-up artiest. Ik heb gewoon afgekeken wat men bij mij doet. En ik heb gewoon datgene onthouden wat ik het mooiste vond bij mij. En wat het beste paste bij mijn gezicht. Ik vind, bij make-up moet je gewoon uittesten. Wat het beste past bij je gezicht. En zo natuurlijk mogelijk. Dat vind ik echt het mooiste. Want tegenwoordig op Instagram of op... vind ik dat gewoon dat er te dik op ligt. Oftewel komt dat door de filters of zo. Ik weet het niet, maar het is niet meer... Natuurlijk, oké, als vrouwen, we kunnen zeuren. Hè? We kunnen zeuren. Hè? Maar ik vind het altijd het mooiste, ook al zeuren we, dat het natuurlijk is. Gaan we nu de onderkant oplichten. Voilà. Hier ook. En ook mooi... openbrengen. En nog een keer hier van die highlighter onder mijn wenkbrauwen. Brengen. Nu, ik moet zeggen, ik heb mijn wenkbrauwen laten microbleden. Had ik dat niet gedaan, dan had ik zeker een potlood genomen ook, van 100% om het bij te tekenen. Want wenkbrauwen, die geven heel veel karakter aan het gezicht.
En door al die jaren te epileren, had ik om een duur geen wenkbrauwen meer. Dus daarom heb ik dat laten doen. Maar gewoon een tip dat ik meegeef van, heb je ergens kalere plekken van te veel te epileren of zo, vind ik het eigenlijk heel belangrijk om zo'n een wenkbrauwpotlood aan te schaffen. Dat je jouw wenkbrauwen kan kleuren. Want wenkbrauwen geven heel veel karakter aan het gezicht. Wat je ook kan doen, is een highlighter hier aanbrengen. Hier. En omdat we toch bezig zijn, gaan we dat gewoon doen, hè. Ja, ik laat de arcadeboog naturel. Waarom? Ten eerste, ik kan het niet. En ten tweede, ja, ik wil het zo natuurlijk mogelijk laten. Zodat men niet echt ziet van... Je draagt iets van, ze gaan natuurlijk zien dat ik make-up draag, maar... Ja, nee, ik laat het gewoon zo. Ik doe gewoon mijn highlights hier en een beetje dekking daar. En de highlights in de hoeken van mijn ogen en die open doen. Maar kijk, maar het is toch precies als ik die highlights doe, dat ik hier een arcadeboog heb. De natuurlijke dan, want ik doe er geen make-up op. Goed, dus nu ga ik nog een klein beetje highlighter aanbrengen. Misschien hier bovenaan op de wangen. Gaan we zo doen. Ja. De andere kant ook. Voilà. Het ziet er al heel wat beter uit dan... ik weet niet hoe lang dat we al bezig zijn. Ik kan dat nergens aan zien. En ik heb ook geen uur aan staan. Ah, toch 20 minuutjes. Dan 20 minuutjes terug. Wacht, wat heb ik nog? Ah, hier, deze. De soort... Ja, hier. De lip primer. Die heb ik eigenlijk nooit gebruikt ervoor. Dat is dus om de lippenstift langer aan te houden. En die gebruik ik nu wel. Dus ik ga er even met mijn nagels op gaan. Nog een geluk dat ik die niet verloren heb. Gel nagels, dat komt nog. Wacht weer. Het is ook een lip plumber. Dus je gaat het een beetje... Handje. Of ik te lief ben als ik eruit zie. Je weet het wel, hè. En de mensen die ik graag zie wel. Ja, ik heb een goed hart. Dat heb ik ook meegekregen van mijn ouders, ja. En vroeger was ik te naïef, maar ik heb eruit geleerd natuurlijk, hè. Die, dus de lip primer. En dan heb ik eigenlijk twee dingen. Wacht, want ik heb hier alles bij elkaar gelegd. Mijn rug doet pijn van zo te zitten. Dus ik heb de lippenstift. Dus ik zal nu ook de lippenstift dragen. Dat is een beetje een... binnen de lijntjes. Ja. Ah, en ik ben dan nog iets vergeten. Dat ga ik straks doen. En een beetje glas erover. Ja, weet wat je ook kan doen? Wacht, maar welk borsteltje ga ik daarvoor gebruiken? Misschien die kleinere. Om zo vollere lippen te krijgen, of te doen alsof dat je vollere lippen hebt, is ook weer hier van die drie. Ik ben echt zot van deze, hè. Dus omdat je hier een blush hebt, natuurlijk. Ja, die heb ik nu niet gebruikt. Dat je deze hebt om de contouren aan te geven en dat je die highlighter hebt. Maar als je nu die highlighter neemt, maar dat mag niet te veel zijn... Dat zijn niet opvalt. En ook hier een beetje aanbrengen. Ik kan het nu heel moeilijk zien. Maar dat gaat ook het gevoel geven dat jouw lippen... Zie je? Dat je dan weer zo'n vollere lippen krijgt. Omdat je dat dan zo meer een getuit krijgt van de lippen. Als je natuurlijk graag volle lippen ziet, hè. Anders moet je dat zeker niet doen.
Ruk doet het wel altijd. Dat. De mascara. Ik heb de mascara, de primer en dan nog een oogpotlood dat ik gebruik. De primer ga ik gebruiken. Ja, sowieso omdat het langer blijft. Maar ik vind dan ook dat het dikker, iets dikker lijkt. Dus dat gaan we nu gebruiken. Heeft de lipprimer ook zin bij de gloss? Ik denk dat je dat voornamelijk aan de mensen moet vragen die het echt kennen van de producten. Ik gebruik het nu omdat ik eerst dus de gewone lipstick heb aangedaan. En dan de gloss erboven. Maar waarom niet? Het is ook een lipplummer, dus het gaat de lippen een beetje opvullen. Dus waarom niet? Baat het niet, dan schaadt het niet. Hè? Proberen. Gewoon alles uitproberen. Dus dan ga ik nu die primer aanbrengen. Ik weet niet of je dat genoeg kan zien. Ja, voilà. En ik zit dan met de primer in mijn wenkbrauwen. Lomp geboren. Onhandig geboren. Ja. De andere kant ga ik ook nog een keer doen. Ah, Caroline, lief, jij antwoordt er alles op. Nu zie ik het als de mensen vragen hebben over de producten. Lipprimer kan altijd, maar vooral bij lipstick heb je een langer houdbaar effect. Ah, oké. Okay. Ah, en de lippenstift die ik gebruik? Nude, ja. Naturel boven alles, hè, bij mij. Nude. Ga ik hier nog even proberen, zonder die primer weer. Zie je hier? Dat wordt een beetje wit, hè? Ja. En onder mijn ogen, foei joken. Ja. En dan nu de mascara. En de mascara vind ik top. Je kan het borsteltje zien. En ik meen het, hè, want anders zou ik erover zwijgen en zou ik er niks over zeggen. Maar elk haartje, elk wimperhaartje wordt gekleurd. Ik hoop dat je dat gaat kunnen zien zo nu, hè, via mijn iPhone. Maar ik vind dat echt top. Ik vind dat echt top. Zie je? Kijk in het verschil. Geen wimpers, wimpers. Geen wimpers, wimpers. Juist, ik vind dat echt een top mascara. En dan met die primer. Echt geweldig. Ik doe daar beneden ook een beetje aan, maar ik zie nu heel slecht en ik heb schrik. Dus dat doe ik gewoon zo. Zie? Gewoon zo van links naar rechts. Je ziet toch enorm het verschil. Tussen de wimpers. Het is net of ik er hier geen heb. Kijk. Ja, hè? Dus dan gaan we die andere kant ook doen. Ik vind dat echt een geweldige mascara. En ik ben lang op zoek geweest naar een goede mascara. Ik heb van alles geprobeerd. Hè? Alles geloofd, 3D-effecten, dat en dat. Maar dat is nu echt een mascara. Die los ik niet meer. Die los ik niet meer. Vind ik echt top. Je ziet gewoon direct resultaat. Zo. Ja, dan gaan we nog eens gaan. En ook dan de andere kant. Ga ik dan terug van links naar rechts gaan. Ja. Als er nu nog ergens verschijnt dat ik elegant ben, dan weet ik het ook niet. Mijn make-up heeft wel overal gehangen. Oké, van links naar rechts.
En zo. Ja. Super. Daar ben ik echt. Dit is mijn favoriet. En als je zegt van ik vind het te weinig nog, wat ik helemaal niet vind. Want ik heb jou mijn ene oog getoond eerst, waar ik mascara aan had, en mijn andere oog waar ik er geen aan had. En dan zag je het enorm verschil. Als je nu zou zeggen van ik wil het toch nog meer, dan kan je even wachten. Ik ga ze iets droger wrijven. En dan kan je eventueel nog een keertje gaan. En dan ga je ook niet klonteren. Doe je dat bij sommige andere mascara's, dan beginnen jouw wimpers te klonteren of aan je in te klitten en zo. En bij deze heb je dat niet. Het is echt haartje per haartje. Ja, ik kan niet genoeg zeggen hoe zot ik ervan ben. Oh, joke toch. Voilà. Ik ben klaar. Met deze. Wacht hoor, waar heb ik nu mijn potloodje gelegd dat ik daarnet ging gebruiken? Ah, hier. Dat kan je doen, maar dat hoeft eigenlijk niet. Mocht je oogschaduw gebruiken, welke kleuren zou je dan gebruiken? De kleuren die het best bij mij passen, is dan vooral brons, bruin, donkerbruin. Meer zo die bruinige tinten, omdat ik bruine ogen heb waarschijnlijk. Ja, dan zou ik die kleuren opteren. Sowieso, zonder twijfel. Zwart is dan meer voor een heavy look, maar naturel bruin. Ja. Dus dan ga ik nu een lijntje trekken. En het lijntje, dat trek ik meestal in mijn ogen. Je kunt dat er ook onder trekken. Als je dat eronder zou trekken, om het ook zo natuurlijk mogelijk te trekken. Natuurlijk mogelijk te laten lijken. Niet van hier tot hier, hè, gaan trekken. Maar je zou stoppen tot hier bijvoorbeeld. Hè? En dan een beetje met een kwastje of met een oorstaafje kan je dat altijd een beetje zachter maken. En dan is dat ook heel natuurlijk. Maar ik heb geen wattenstaafje bij mij. Ik ga nu gewoon een lijntje trekken. In mijn ogen. Voilà. Voilà. Concealer of foundation voor onder de ogen en vlekjes of buisjes. Ik heb de concealer gebruikt, hè, voor onder mijn ogen, voor boven mijn ogen. Ik had hier een puist. Daarvoor heb ik ook de concealer gebruikt. Ik vind die heel dekkend. En je kan dan eigenlijk nog altijd, als je nu zou zeggen, na het schminken, komt er toch nog een beetje door. Zou je er eigenlijk, want ik heb nu enorm op mijn gezicht gewreven, omdat ik een paar keer gesmost heb. Zou je er eigenlijk nog een beetje kunnen overdoen. Hè? Is goed. Karin kan beide. Foundation dekt wel harder. Voilà, dat is het allemaal. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik zou zeggen, stay natural. Ik vind dat nog altijd het mooiste. De imperfecties een klein beetje wegsteken. Een andere mens heeft geen zaken met onze imperfecties. Dus dat kunnen we dankzij make-up een beetje wegsteken. En anders zo natuurlijk mogelijk houden. Want ik vind dat we toch elkeen allemaal mooi zijn op onze eigen manier. En met de make-up van 100%. Volledig gemaakt uit mineralen, is dat zeker en vast geen probleem. Want dat geeft een heel natuurlijke look. En ik ben heel blij dat ik 100% heb leren kennen. En ik ben heel blij dat ik geluisterd heb naar Cynthia Reekmans om de make-up uit te testen. Want ik ben heel lang op zoek geweest naar make-up die echt paste bij mijn gezicht en bij mijn gevoelige huid. Oké, dan ga ik nu stoppen met babbelen, want anders zou ik blijven praten, want ik voel me eenzaam. Zijn er nog eenzame mensen onder jullie? Zijn er nog eenzame mensen onder jullie? Iedereen? Nee?
vond het ook leuk. Maar zijn er nog eenzame mensen? Zijn er nog eenzame mensen over jullie? Want anders blijf ik gewoon een beetje verder praten om de tijd te vullen. Dan is niemand eenzaam, hè? Maar ik zie dat er geen eenzame mensen zijn. Het enige wat ik dan nog wil zeggen is, verzorg jullie goed. Ik begin eerlijk gezegd een beetje mijn routine te vinden in die lichte lockdown. Ik ga vaak gaan lopen, alleen mijn sociaal contact met mijn beste vrienden bepaalt zich eigenlijk alleen tot facetimen. Ik heb nog niet afgesproken om met mijn beste vriend bijvoorbeeld te gaan wandelen. Ik heb daar allemaal een beetje schrik van. Ik hoop, snel zal het niet zijn, maar dat we erdoor komen. En dan er zo weinig mogelijk mensen altijd maar ziek of op het intensieve terechtkomen. Want ik zou het niet willen gedroomd hebben dat ik het ben of één iemand van mijn ouders of één iemand van mijn vrienden. Want door het verlies van dat meisje van 12 jaar heeft het geen leeftijd. Hè. We dachten altijd 65 plus, maar dat is geen waar. Hè. Dus ik zou zeggen, verzorg jullie gewoon goed op de tanden bijten. We gaan mooi weer hebben, dus we kunnen buiten gaan, maar gewoon altijd goed afstand houden van elkaar. Goed, allez, dank jullie wel allemaal om te kijken en verzorg jullie goed. En nu hebben ze mij gezegd dat ik op stop moet drukken, opslaan, dus ik ga hier mijn best doen. Een prettige avond nog allemaal, salut.